Hoi allemaal, welkom bij alweer mijn 5e vlog. En het is officieel zomer, eindelijk. Maar wat gebeurt deze tijd van het jaar nou allemaal in het land? We zijn als boeren allemaal bezig met het woord biodiversiteit. We kunnen dat woord wel dromen. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk? Dat is de variatie van alle dieren, planten en micro-organismen die in een ecosysteem met elkaar samenwerken. Dus ieder heeft daar zijn eigen rol in. En vanuit beleid van de overheid zijn ze heel erg bezig met het behouden van die biodiversiteit. In de natuur, in de steden, maar ook in de landbouw. En nu het zomer is, wil ik met jullie kijken wat er in het land allemaal aan biodiversiteit eigenlijk is. Want in het land staat echt niet alleen maar gras. Dus we gaan even een rondje lopen op het erf. Wij hebben een paar weken geleden ook de eerste snede gemaaid. Wat later dan we eigenlijk zouden willen, kwam door het weer. Ik denk niet dat we de enige zijn die daar last van hadden. Maar doordat we later hebben gemaaid, stond er wel heel veel gras. En we hebben nu 2 kuilen vol met voorjaarsgras, wat we zometeen in de winter kunnen gaan voeren. En dat is aan de ene kant heel voordelig, omdat we in het gras nu... We hebben nu veel gras voor de winter en er zit een hoog suikergehalte in. Dat is altijd in het voorjaarsgras. En er zit wat meer stengel in. En dat komt eigenlijk omdat het wat langer heeft kunnen groeien. Maar die stengel die zorgt eigenlijk juist ook voor structuur. Een nadeel is wel dat er wat minder eiwit in het gras zit. Omdat het wat langer heeft gegroeid, heeft het wat minder bladmassa. Maar dat kun je later ook weer in de winter compenseren met wat je nog meer voert. In ieder geval hebben we nu 2 hele mooie kuilen liggen. Maar toen we hebben gemaaid, hebben we de slootkanten laten staan. En de reden daarvoor heeft ook te maken met biodiversiteit. Maar dat zien we zo meteen als we in het land zijn. Eerst wil ik laten zien wat voor biodiversiteit we allemaal op en rondom het erf hebben. Ik denk dat veel veehouders ook bij hun stallen opmerken dat langs de rand van de stal juist heel veel groeit. Veel bloemen en ook verschillende bloemen in verschillende tijden van het jaar. Hier zie je bijvoorbeeld smeerwortel. Dat is een plant met een geneeskrachtige werking. En hier, dansend in de wind, hebben we herik, ook wel akkermosterd genoemd. Kijk, een bijtje. Dan zien we hier een verzameling aan klaprozen staan. En dat is eigenlijk best dicht in de buurt bij de mesthoop. Terwijl klaprozen op een arme grond groeien. Dus jullie mogen zelf nadenken, wat zegt dat over de uitspoeling van die mesthoop? En hier zo aan de rand van ons erf. Ik zie zo in één keer al 4, 5 verschillende soorten bloemen staan. En juist die diversiteit aan bloemen is goed. Want ze hebben allemaal een andere functie voor de bodem. Ik heb hier bijvoorbeeld, even inzoomen, op dit is duizendblad. Heeft wat weg van fluitkruid, maar heeft ook een geneeskrachtige werking. En naast dat het goed is voor de bodem, ziet het er natuurlijk ook gewoon heel leuk uit. Want we mogen ook gewoon genieten van de natuur. Hier ook gespot. De dovenetel. Deze bevat veel honing, dus natuurlijk een liefhebber voor de bijen. We lopen ook even richting onze huiskavel, waar de koeien de uitloop hebben om te weiden. Ik zie hier ook nog een mooi stukje met heel veel verschillende soorten gras. Nou heb ik wat minder verstand van gras, maar volgens mij is dit haver. Dit land ziet er op het eerste gezicht wat ruig uit, omdat de koeien in het lange gras hebben gelopen. Maar het belangrijkste wat we in het gras tegenkomen is klaver. Kijk, hier zie je het bloemetje van klaver. Deze. Wat is er nou zo goed aan die klaver? Klaver is een vlinderbloemig gewas en die kan stikstof opnemen uit de lucht. Dat komt door een bacterie die in de knolletjes zitten die aan de wortels zitten. Ik ga kijken of ik voor jullie een wortel eruit kan halen. Kijk, als je goed kijkt zie je hier zo'n knolletje. Dat knolletje zit dus die bacterie, de rhizobium bacterie als ik het goed zeg. En de klaver die neemt eigenlijk die stikstof op omdat die het zelf nodig heeft als voedingsstof voor de groei en voor de fotosynthese. Maar als de koeien vervolgens die klaver opeten, zit er ook weer heel veel eiwit in. Hier bij de ingang van het land, waar veel met de trekker gereden wordt, groeit heel veel kamille. En dat is een plant die groeit net als veegbree op plekken waar veel gereden wordt en waar de grond dus wat harder is. En dan staan we even in de polder. Want dit zijn de percelen die we hebben gemaaid met de eerste snede. Nu lopen de schapen op. Die zie je helemaal in de verte. Maar waar ik het over had, die slootkantjes die niet helemaal uitgemaaid zijn, dat zie je dus hier zo. En het gras is inmiddels wel weer wat gegroeid. Maar die slootkantjes die laten we niet alleen staan voor de bloemetjes. Maar ook voor vogels en voor eenden. Die bijvoorbeeld een nestje maken in de slootkant.
zoals een baby eendje die bescherming zoekt tussen het gras in de slootkant. En zo ontstaat dus de biodiversiteit, waarin alle dieren en planten en micro-organismen met elkaar samenwerken om dat ecosysteem in gang te houden. Dat was deze vlog voor nu. Ik vond het heel leuk om deze vlog voor jullie te maken, want ik vind sowieso de natuur heel interessant. En het leuke als boer is ook dat je niet alleen bezig bent met dieren, maar ook met planten. En daar leer je ook weer heel veel van. En als laatste heb ik nog een hele leuke aankondiging voor jullie. Want Vivianne en ik staat een hele leuke reis te wachten. En we nemen jullie natuurlijk ook mee. En waar naartoe, dat is nog een verrassing. Maar als je onze vlogs in de gaten houdt, dan kom je dat zeker weten tegen. Ik ga gauw naar binnen voordat het begint te regenen. Want het is dan wel zomer, maar het blijft wel Nederland. En voor jullie een hele fijne dag nog.